Fanatiek. Op een ochtend in juli zat ik te soezen op de Piazza Melozzo da Forlì, in de schaduw van de eucalyptussen, bij de uitgedroogde fontein, toen er twee mannen en een vrouw kwamen en mij vroegen hen naar het Lido di Lavinio te brengen. Ik nam hen op terwijl ze over de prijs onderhandelden. De een was blond, groot en zwaar, met een kleurloos grijsachtig gezicht en lichtblauwe porseleinen ogen achter de donkere brillenglazen. Een man van een jaar of 35. De ander was jonger, donker, met slordig haar, een bril met een schildpaddenmontuur, slungelachtig en mager, vermoedelijk een student. De vrouw was werkelijk broodmager, met een scherp en lang gezicht, omlijst door golvend dik haar en een rank lichaam in een groen jurkje, dat haar op een slang deed lijken. Maar ze had een mond als een vrucht, rood en vol, en mooie ogen, zwart en fonkelend als natte steenkool. En door de manier waarop ze naar me keek, kreeg ik zin het zaakje te regelen. Eigenlijk accepteerde ik de eerste prijs die ze noemde. Daarop stapte ze in, de blonde naast mij, de twee anderen achterin, en we vertrokken. Ik reed heel Rome door om de autoweg achter de Basiliek Saint-Paul te nemen, die de kortste weg naar Anzio is. Bij de kerk tankte ik de wagen vol en vertrok in hoog tempo. Ik rekende uit dat het een kilometer of 50 was. Het was 9:30, we zouden er tegen 11:00 aankomen, net op tijd voor een zeepad. Het meisje zinde me wel en ik hoopte met haar aan te pappen. Het waren onaanzienlijke lui. De mannen schenen naar hun accent te oordelen vreemdelingen, vermoedelijk vluchtelingen, van het slag dat in de kampen rondom Rome woont. Het meisje daarentegen was een Italiaanse, zelfs een Romeinse. Maar ook zij was niet veel soeps. Zeg dat ze kamermeisje was of strijkster of iets dergelijks. Terwijl ik deze dingen dacht, spitste ik de oren en hoorde het meisje in de donkere op de achterbank babbelen en lachen. Vooral het meisje lachte, want zoals ik al had gezien, was ze iets wat ordinair en glibberig, precies een dronken slangetje. De blonde trok bij dat gelach zijn neus op onder zijn zwarte zonnebril, maar hij zei niets en draaide zich evenmin om. Maar het is waar dat hij slechts in een spiegeltje boven de voorruit hoefde te kijken om heel goed te zien wat er achter hem gebeurde. We passeerden de trappisten, de E42 en reden in één adem door tot de afslag naar Anzio. Hier minderde ik vaart en vroeg aan de blonde naast mij waar ze precies naartoe gebracht wilde worden. Hij antwoordde, een stil plekje waar niemand is, we willen alleen zijn. Ik zei, er is hier 30 kilometer verlaten strand, het is aan jullie om te beslissen. Op de achterbank riep het meisje, laat hem beslissen. Ik antwoordde, ik? Wat gaat het mij aan? Maar het meisje bleef roepen, laat hem beslissen. En ze lachte alsof haar woorden heel grappig waren. Ik zei, het Lido di Lavinio is heel druk, maar ik zal jullie niet verder vandaan naar een plek brengen waar geen levende ziel komt. Toen ik dit zei, begon het meisje weer te lachen en ze klopte me op de schouder en zei, goed zo, jij bent snugger, jij begrijpt wat we willen. Ik wist niet wat ik moest denken van haar manier van doen, die me enigszins boos maakte en ook wat hoop gaf. De blonde zweeg nors en zei tenslotte, Pina, ik vind dat er niets te lachen valt. Daarna reden we door. Het was snikheet, geen aasje wind, de weg was verblindend. De twee achterin deden niets dan babbelen en lachen, maar toen zwegen ze plotseling en dat was nog erger omdat ik de blonde in de achteruitkijkspiegel zag loeren en dan zijn neus zag ophalen alsof hij iets had gezien wat hem niet beviel. De weg had nu aan de ene kant kale, dorre velden en aan de andere kant dicht struikgewas. Bij een bord met verboden te jagen remde ik, maakte een bocht en nam een kronkelend pad. Ik was er 's winters gaan jagen en het was echt een verlaten plek, onmogelijk te vinden als je er niet bekend was. Na het struikgewas kwam het pijnboombos en na het pijnboombos kwamen het strand en de zee. Zoals ik wist hadden de Amerikanen tijdens de landing in Anzio daar een stelling betrokken en waren er nog loopgraven met roestige blikjes en lege dozen en de mensen kwamen daar niet, uit angst voor mijnen. De zon brandde fel en het hele wemelende oppervlak van het struikgewas schitterde, bijna blond van al dat licht. Het pad liep recht door, slingerde dan over een open plek en liep dan weer door het kreupelhout. Nu zagen we de pijnbomen met hun groene pruiken bol in de wind die door de hemel leken te varen en de diepblauwe zee hard en flikkerend tussen de rode stammen. Ik reed langzaam, want het zicht was niet zo goed tussen al die struiken en voor je het weet gaan je veren kapot.
Plotseling, terwijl ik op het pad lette, gaf de blonde die naast mij zat mij met zijn hele lichaam een harde duw, zodat ik bijna uit het raampje werd gesmeed. Alle Jezus, riep ik, terwijl ik hard op de rem trapte. Tegelijkertijd klonk een doffe knal vlak achter me en mijn mond viel open toen ik in de vooruit een roos van dunne barsten zag en een rond gat in het midden. Ik verstijfde van schrik en wilde uit de auto springen, moordenaar schreeuwend. Maar de donkere, die geschoten had, duwde de loop van de revolver in mijn rug en zei: verroer je niet.